Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Lagere koers in de VS als nabrander op het rentebesluit van woensdag. De inflatieangst keert wel weer wat terug en ondanks aanhoudend beter dan verwachte macrocijfers. Taxidienst Lyft wil 13% van het personeelsbestand ontslaan om kosten te besparen. De bouwer van elektrische voertuigen Nikola viel 11% terug door de uitspraak dat de marges onder druk liggen. Doordash, concurrent van Just Eat Takeaway, versloeg de verwachtingen. De orderwaarde schoot met 30% omhoog naar 13,5 miljard dollar. Ondanks een iets hogere omzet viel het nettoverlies hoger uit. Wel ziet men een verdere groei voor de rest van het jaar. Het aandeel steeg daarmee met 14%. En Starbucks draait weer goed en groeit gestaag, net als de koers met 3%. En in Hongkong vlogen de koersen weer alle kanten op. Vandaag ruim 6% hoger. Vooral de technologie- en e-commercebedrijven trokken aan. De Amerikaanse checks op de boekhouding van Chinese bedrijven met een dubbele notering in de VS verloopten beter dan verwacht. Shanghai Composite sloot 2,4% hoger. De Nikkei viel juist 1,7% terug. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een hogere opening. De Galapagos gaat 200 banen schrappen bij een grote reorganisatie. Deze moet het bedrijf in staat stellen beter te innoveren en waarde te creëren. Een onderdeel hiervan is een shift in focus van het ontdekken naar onderzoek en ontwikkeling. Een aantal lopende onderzoeken wordt stopgezet. Men verwacht wel een hogere omzet uit Dijelka. De cash burn blijft rond de 500 miljoen liggen en uit een omzet van 410 miljoen over de eerste 9 maanden werd netto 11 miljoen verlies geleden. En dat was overigens fors beter dan de 120 miljoen verlies een jaar eerder. En Eurocommercial Properties zag in Q3 de omzet met ruim 7% aantrekken en weet bij nieuwe huurders hogere huurprijzen te bedingen. Het directe resultaat bedroeg over de eerste negen maanden bijna 93 miljoen. Indirect, dat is dus inclusief herwaardering van het vastgoed, was een positief resultaat van 137 miljoen. Men is dan ook tevreden met de gang van zaken. En eBay heeft haar resterende belang van 66.000 aandelen in Adjen verkocht, mogelijke verklaring voor de forse koersdaling van gisteren. En SIF zag ondanks een iets hogere omzet het resultaat lager uitvallen, mede door de hoge energiekosten. Er is nog steeds geen besluit genomen voor een grotere productielocatie in Rotterdam om daar grotere monopiles te kunnen bouwen. Wel is men bezig met een samenwerkingsverband in Azië en de VS. Op de agenda vandaag diverse inkoopmanagers, indexcijfers voor de dienstensector en producentenprijzen uit de Eurozone. Verder hebben we nog banencijfers en consumentenkrediet uit Amerika. En Bij de analisten zet Goldman ING op kopen koersdoel 15. Bernstein zet Air France KLM op verkopen koersdoel 85 eurocent. Chris Suisse zet Vestas op kopen koersdoel 33,60. En Stellantis krijgt diverse koopaanbevelingen. En maandag is er weer een nieuwe markets update van BNP Paribas.